je weet van mij krijg je nooit een bedrag te horen, Marcel. Maar dus ook dit keer niet over, niet over dit soort contracten. Um, maar wat ik er wel over kan zeggen is dat uh, één uh, vier jaar voor ons ontzettend belangrijk is. Uh, kijk maar naar hoogsponsorcontracten. Het is een vast vier jaar contract. Dat geeft ons stabiliteit en continuïteit. Dus daar kunnen wij de komende jaren weer op bouwen. En twee, uh, tuurlijk, ik ben het helemaal met je eens. Als je naar uh, alle verhalen kijkt, hoe goed uh, de bedrijven en de merken ook bij elkaar passen. En hopelijk hoe wij uh, uh, naast het mooie product Current ook uh, heel groot kunnen gaan maken als bedrijf zijnde samen met Feyenoord is het financiële aspect natuurlijk belangrijk. En uh, uh, kunnen wij zeggen dat het voor ons financieel een, uh, een prima overeenkomst is, misschien zelfs wel een fantastische overeenkomst. Uh, een van de betere uit de historie van de club. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. En dat voor vier jaar. En als je dan uh, alles bij elkaar optelt waar wij 1 juli hopen uit te komen met, uh, met sponsoring. Want we zijn nog wat contracten aan het verlengen, CQ aan het openbreken. Dan denk ik dat wij voor komend seizoen gewoon een fantastische stap gaan maken in het hele sponsorbudget. Dus van daaruit ook weer de komende jaren kunnen groeien met, uh, met Feyenoord. Dus ik denk dat voor de club, maar vooral uh, Bas Rijmakers en ikzelf van uh, de hoofden van de commerciële afdeling op sponsoringgebied ontzettend blij zijn uh, met deze overeenkomst.